Na een weinig verheffende eerste helft komt Barendrecht bij de dijk op 1-0. Van Dijk kop binnen naar de hoekschop van Eekman. En zo blijft Barendrecht op jacht naar een plekje in de top 3 van de tweede divisie. De dijk, dat moet vrezen voor degradatie. 4 nederlagen op rij voor de ploeg van Jochem Twisker. Eekman opnieuw voor Barendrecht en de 2-0 is van Bas Maurits. Ja, dan hou je lang stand in de eerste helft. Maar dan is het 10 minuten na rust gewoon 2-0 voor Barendrecht. Eekman kapt goed zijn tegenstander uit. Oog in oog met doelman Pistoor. Behoudt de rechterverdediger het overzicht. En dan kan Bas Maurits scoren. Veel aanvallende afwezigen bij Barendrecht. Maar de ploeg komt wel aan aanvallen toe. Dit is Esaias, jongman. En dit is knap afgemaakt met links. De aanvoerder van Barendrecht maakt alweer zijn 9e van de competitie. De man die volgend seizoen voor de aanstaande kampioen speelt. Tenminste, voor de huidige koploper voor Katwijk. Joey Jongman met de 3-0. En dan zit de wedstrijd natuurlijk op slot. En moet de dijk hopen op betere tijden. El Idrissi. El Idrissi probeert het zelf. Schot wordt geblokt en Menzo mag dan nog scoren voor de dijk. Maar het is een doekje voor het bloeden voor de Amsterdammers. Die in een hele, hele negatieve reeks zitten. Die de 5e nederlaag op rij leiden. En de 3e divisie komt steeds dichterbij voor de mannen van Jochem Twisker.